Morgen en overmorgen dan is het zover. Het allereerste Urker Vis Food Festival. Joehoe. Ja, nou Joekie Post, jij bent al helemaal aan het... Ja, jij hebt er echt heel erg veel zin in. En je hebt ook iemand meegenomen. Mevrouw Najo heet Mirjam Kloosterman van het... Ja, als ik zeg Kaf Flevoland, denken mensen vaak aan het theater in Almere. Maar het is deze Kaf niet, hè? Met een C. Het is met een C. Centrum Amateurkunst Flevoland. Maar zeggen we dan wel ook gewoon Kaf of noemen we het SAF? Nee, SAF. SAF, oké. Okay. Ja. SAF Flevoland. Mirjam Kloosterman en Joekie Post van de organisatie ook, hè, van het Urker Vis Food Festival. Yes. Waar is dat idee vandaan gekomen, Joekie, om dit? Want je hebt ook al zoveel leuke visevenementen op Urk. Ja, maar nog niet zoveel met echt vis proeven. Mm-hmm. Dus vorig jaar met de visserijdagen is dat idee ontstaan van... moeten we niet iets meer gaan doen met vis proeven ook, hè? En het, ja, wat in een moderne jasje aankleden. Nou, daar was het team daar ook enthousiast over. Dus daar zijn we over na gaan denken. En op verschillende vis- of foodfestivals ook geweest. Bijvoorbeeld ook in Scheveningen heb je ook een visfoodfestival. Nou, en daar werden we zo enthousiast van dat we dachten... nou, dit moeten we toch ook op Urk kunnen doen, hè? Urk staat natuurlijk bekend om haar vis. Ik wou net zeggen, hoe komt het dan dat het zo lang duurt? Als je zegt, ja, dat Urk, denk je aan vis, en denk je aan vis, denk je aan Urk. Tenminste, dat bij vind ons ik dus wel, ook. Toch? Ja. Nee, dat vond ik dus ook. Maar blijkbaar heeft het toch even moeten duren... voordat er echt een visfoodfestival ontstond. Mm-hmm. En was iedereen dus, gelijk enthousiast over? Ja, op zich ja, wel eigenlijk. Dus een half jaar geleden zijn we begonnen natuurlijk om lokale en regionale ondernemers erbij te betrekken. Want dat was wel het idee dat er ook een basis zou ontstaan van visvoedondernemers uit Urk en de Polder, zeg maar. Of in ieder geval voedondernemers. Uh-huh. Dus daar moest eerst gekeken worden of daar draagvlak bij was. En nou, dat werd goed ontvangen door in ieder geval een minimaal aantal ondernemers waarvan ik dacht van nou, die moeten deelnemen. Dus een stuk of 10. En dan liefst de helft in ieder geval Urkers. En dat is toen gelukt. Ja. En nou, vandaar het zijn we eigenlijk verder gaan bouwen. Dus dat was eigenlijk wel een beetje... Zijn het er meer dan 10 geworden? Ja, uiteindelijk hebben we 14 ondernemers die meedoen. En nou, die hebben ook soms meerdere trucks. Ja. Dus er komen echt food trucks te staan. Hè? Inderdaad. En die hebben allemaal. Wacht even, want we hebben natuurlijk ook Mirjam hier. Een stukje theater erbij. Ja, wat ik wou net zeggen, als het over een vis food festival. Wat heeft dan het SAF ermee te maken, Mirjam? Nou, wij gaan het verhaal van Urk vertellen. Het verhaal van Urk. En er zijn 140 Urkers die zingen, toneel spelen, dansen, blaasmuziek maken. En die zijn allemaal verspreid over het historische centrum van Urk. Mm-hmm. Want vandaag is ook 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen. Ja. Mm-hmm. Urk was toen 100 jaar geleden een eiland met allemaal vissers. En die waren helemaal niet blij met die wet. En dat verhaal wordt eigenlijk verteld van eigenlijk de naderende onheil voor Urk. Namelijk de visserij zou er aangaan, want het zoute water werd zoet. Dus het was een hele erge bedreiging voor hun broodwinning. Ze kregen dan wel een uitkering vanuit Den Haag, maar ze waren daar helemaal niet tevreden over. Maar ze zijn heel innovatief, de Urkers, want ze hebben toen een fantastische oplossing bedacht. Namelijk om vanaf de Noordzee te gaan bevissen. Ja. Verder van huis. Verder van huis. En zijn nu echt een wereldspeler op het gebied van visverwerking. Ja. Dus er zit een heel verhaal achter dat vieren van die heerlijke vis. Ja. Wat ook nog eens een keer heel actueel. Ik vind de theatermakers altijd fijn, hè? Dat je het verleden ook weer gewoon op de actualiteit kan toepassen. Ja. Deze week kwam er weer nieuws over die pulskorvisserij. Het waterpeil in het IJsselmeer. Dat moet allemaal weer gaan veranderen. En zo. Ja. Dus ja, eigenlijk... Dat vindt het theater, dat maakt het toch fijn. Dat komt nu prachtig samen. Ja, toch? Hè? Want ik hoorde nu ook op andere media. Inderdaad, ja, vandaag is het... Beatrix komt vandaag. Hè, het wordt allemaal gevierd. Maar voor Urk was het echt een ander verhaal. Ja. Wat heel fijn is dat we dat kunnen vertellen... met medewerking van zoveel inwoners van Urk... en dan ook nog via de kunst. Ja. Wat voor theater wordt het eigenlijk? Wordt het gewoon straattheater, locatie... of wordt het één decor ook? Nee, het wordt een route. Dus het publiek gaat in groepen, vertrekt vanaf het Vis Food Festival van Joekie op de Doormakade. Vertrekt het publiek. Het is ook echt het culturele onderdeel van het Vis Food Festival. Mm-hmm. En het publiek wordt in groepen dus door acteurs meegenomen. Komt loopt door een boot heen en loopt dus langs een aantal prachtige historische locaties ook. En alles vindt dus op die locaties plaats. Echt belevingstheater. Absoluut. Ja.
En, ja, wordt nou, het hartstikke leuk. Ja, natuurlijk wordt het hartstikke leuk. Ja. Ik had niet anders van je verwacht dat je dat zou zeggen. maar als ik denk aan visfood, dat zijn dus foodtrucks. En vaak heb je dan ook innovaties op het gebied van voeding. Is dat nog steeds mogelijk, innoveren op het gebied van hapjes van vis? Ik denk het wel, ja. Wat heb je meegenomen? Ik heb net een viskoekje bijvoorbeeld laten proeven. Ja. Dat is met een oosterse twist. Dat doen ze bijvoorbeeld met koriander. Wat zit erin? Of willen we dat niet weten? Ik proefde zelf in ieder geval. Want ik moest het snel ophalen. Want ze wilden het zo vers mogelijk meegeven. Maar ik proef in ieder geval koriander erin. Er zit er natuurlijk een visproduct in. En het is gefrituurd. Maar je proeft zelf eigenlijk al dat verrassend is. Die combinatie met oosterse kruiden erin. Trouwens. Het sausje erbij. Ja. Ja. En een krokant koekje. Dus, er zijn verschillende gerechten die gewoon nieuw zijn. En niet kunnen mensen daar echt heen dat ze zeggen van... nou, dit heb ik echt nog nooit gegeten. A, achter vis gezocht en B, dat het bestaat. Ik verwacht dat wel, inderdaad. Want de ondernemers die meedoen komen allemaal met een nieuw product. Ja, worden die uitgedaagd ook? Van, joh, doe eens wat nieuws, weet je? Ja, en dat vraagt het festival natuurlijk ook. Hè. We kunnen niet gewoon met standaard kibbeling komen. Is natuurlijk ook hartstikke lekker, maar we willen wel vernieuwend zijn. Ja. Allemaal aan het eten. Allemaal aan het eten. Nou, goed. Nou, daar zijn we weer. Er heeft trouwens iemand gebeld net, Joekie Post. Oh. Mevrouw die zit te luisteren. Mevrouw Jansen, als ik me goed herinner, hoor ik net van de receptionisten. Die wil graag naar het festival komen. De vraag is, zij zit in een rolstoel. Is het ook toegankelijk voor minder valide? Ja, zeker weten. Ja. Er zijn geen hobbels of bobbels. Nee, dat is gewoon goed toegankelijk voor rolstoelen. Voor rolstoelers. Nou, ja, hoeveel mensen verwachten jullie? Dus van harte welkom, mevrouw Jansen, als u luistert. Ja, ze luistert. Ze heeft net direct gebeld, dus ze is erg enthousiast. Superleuk. Dat is mooi. Joekie, hoeveel mensen... Nee, ik mag niet met volle mond praten. Je doet het toch? Ja. Het is zo het is echt heel lekker, ja. Dit wil je gewoon de hele tijd blijven... Hoeveel mensen verwachten jullie? Of hoeveel mensen kunnen jullie herbergen? Ik denk dat wij er in ieder geval wel een 1500 per dag kwijt kunnen. Mm-hmm. Ik hoop in ieder geval over het hele weekend op dat aantal. Maar het is heel lastig inschatten. Je kunt een beetje afgaan op hoeveel mensen zeg maar, geïnteresseerd zijn op Facebook. Dat zijn in ieder geval over de 500. Die geven al aan dat ze komen met vrienden of familie. Dus we hebben natuurlijk de theaterroute wat al veel mensen op de been brengt. Want rondom het festival zijn er ook nog andere activiteiten. Zoals, ja, daar wilde ik het nog over hebben. Want waar vindt het plaats in eerste instantie? De Dormakade? Correct, ja. Dat is waar de Orca zeg maar, staat. Dat is eigenlijk het middelpunt van het havengebied van Urk. Dus je kunt er eigenlijk niet omheen als je Urk... Is dat waar wij toen ook stonden met onze tent? Weet je dat nog? Ja, in de buurt. Jullie stonden op dat grote plein van de parkeerplaats. Ja. Maar als je iets verder loopt, dan kom je op zo'n pier waar de Orca staat en daar is het op gesitueerd. Dus je zit midden tussen de schepen in. Daar staat die Orca, zeg maar... Maar met alle respect, Urk is niet zo groot dat je er voorbij kan. Nee. Je ziet het meteen. Nee. Dus dat zal meteen opvallen. Ik bedoel, jullie als theatergroep zullen ook wel de nodige aandacht vragen. Dus dan zie je ze ook wel zien staan, denk ik, toch? Ja, dat is een startpunt, hè? Ja. En, met banners en zo. Dat is ook een grappige kar. Één keer per dag doen of gaan jullie meer? Nee hoor, keren? Er kunnen steeds de starten steeds drie groepen achter elkaar. Dus om het kwartier gaat er dan weer een nieuwe groep. Maar de maximale capaciteit per groep is 35. Maar uiteindelijk, dus vrijdag starten er 6 groepen en zaterdag ook. Dus onze capaciteit is ongeveer 200. Ja. Dus dat is een collectors item om mee te gaan. Dus je moet snel wezen om te reserveren. Want het is intiem en je werkt. Dus eigenlijk met het natuurlijke decor van prachtig oud Urk. Ja. En dus er kunnen geen honderden mensen op al die plekjes staan. Nee, maar de mensen die erbij zijn, werken eigenlijk ook als een soort decor dan. Die maken onderdeel uit van dat geheel dan. Ja. Ja, want je bent dan eventjes Urker. Je bent even Urker. Je maakt het helemaal mee. Ja, je bent er heel dichtbij bij het verhaal. Zijn het niet alleen maar Urkers trouwens die meespelen? Ja, het zijn allemaal Urkers. Ja, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, het zijn ook gewoon... dus als publiek voel je dan ook een beetje. Ja, dat geeft een unieke ervaring eigenlijk. Ook wel, ja. Ik ben ook heel benieuwd hoor. Ik kan zelf in ieder geval... Ja, het weekend moet ik natuurlijk op het festivalterrein zijn. Dus ik behandel natuurlijk als een stekker. Maar ik probeer vanavond mee te lopen bij de generale repetitie. Dat is een geldig excuus om even te gaan kijken. Inderdaad. Vanuit jouw functie ook. Ja, jullie komen ook met een ploeg vanavond meelopen. Oh, we gaan meekijken ook. Nou, dan zien we de beelden zien we morgen dan. Vanavond? Ja, vanavond. Oh. Om 7 uur ontvang ik 2 mensen van Omroep Flevoland. Ja, okay. Leuk. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Nou, morgen zijn maar goed, er is dus van alles te doen. Ja, niet alleen maar vis eten. Wat is er nog meer? We hebben dus de theaterroute. Eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het festival. Daaromheen zijn er bottenraces. Die worden op vrijdagmiddag georganiseerd en op zaterdagmiddag. Ja. En op vrijdagmiddag gaan verschillende Zuiderzeegemeenten, voormalige Zuiderzeegemeenten, gaan volgens mij met een 14 botters het water op. Ja. Dus het is gewoon een prachtig gezicht in de haven, dat er allemaal authentieke botters in de haven liggen. Mm-hmm. Dus het plaatje is ook fantastisch om te zien. En vanaf de kade kun je dus de bottenrace bekijken. En dat is zaterdag ook het geval. En dan kunnen de ondernemers meedoen op die schepen. Dus daaromheen zijn er dus veel
bottenraces te zien en visserschepen, oude visserschepen. Daarnaast is er ook cultureel vermaak, waaronder de stadsdichter van Urk, die vertelt de verhalen. Er zijn verhalenvertellers. Je kunt in klederdracht op de foto. Je kunt een fotoshoot. Dus natuurlijk kun je ook even de Urker kledij aantrekken. Ja, en ja. Met de promobus op de foto. Mm-hmm. Daarnaast is er ook van alles te doen voor kinderen. Dus we gebruiken ook het water eromheen. Dus aquabubbels bijvoorbeeld is natuurlijk leuk om te doen. En we maken een stadstrandje, zeg maar. Nou, een dorpstrandje, zeg maar. Maar die komt op de kade te staan. Waar de kleintjes terecht kunnen. Er is een bungee trampoline. Kinderen kunnen geschminkt worden. Dus het is ook het idee dat je met het hele gezin gewoon lekker de hele dag kunt chillen. Het wordt mooi weer. Het wordt goed weer. Goeie weer voor zo'n festival? Volgens mij ook, ja. Er is weinig wind. Niet te warm, niet te koud. Dus het nodigt ze echt uit om... Kunnen jullie nu al spreken van een succes? Qua animo denk ik wel. Ja, als ik de reactie speel. Volgend jaar. Ja, nee, zo voelt het wel in ieder geval. Kijk, we moeten het natuurlijk nog waarmaken morgen. Ja. Hoeveel bezoekers ben je dan heel blij dat je zegt, nou, nu is het extra geslaagd? Vind ik een beetje lastig qua aantallen om te noemen. Maar het is natuurlijk mooi als die havenkade vol zit. Hè, met mensen. Ja. Als je vol staat met mensen en iedereen geniet. Dan is het voor mij geslaagd. Wel goed voor de sfeer natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dan is het geslaagd. En dan is het volgend jaar editie nummer 2 ook waarschijnlijk? Of komt dat hoe dan ook? Dat is wel het idee om dat hoe dan ook door te laten gaan. Want we hadden ook al vooraf ons voorgenomen. Mm-hmm. En want je kunt natuurlijk alle kanten om met het weer ook. Voor hetzelfde geld is heel slecht weer. Dan moet je de boel aflasten. Ja. Aflasten. En toen hadden we wel zoiets. Nou, we gaan sowieso een tweede en een derde editie neerzetten. Voordat je ook kunt kijken of het succesvol is. Ja, het moet op een gegeven moment gaan rondzingen natuurlijk. Ja. Hè, door Nederland eigenlijk. Hè, ja, want kijk, heel uiteindelijk Nederland is zouden we willen groeien naar 5000 bezoekers. Dat is in de toekomst waar we naartoe willen. Maar dat past niet allemaal op de Dormakade. Nee, maar dat is ook het idee. Kijk, die Dormakade is voor deze editie prima, maar als we groeien dan moeten we natuurlijk ook uitwijken naar bijvoorbeeld het grotere terrein of naar de andere kade dat op verschillende locaties is bijvoorbeeld. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als die kant op gaat. Ja, dan wordt Urk niet alleen maar bekend om de visserijdagen landelijk gezien, maar ook om het Vis en Food Festival. Ik hoop het, ja. Het zou hartstikke leuk zijn. Ja. En nog even wat huishoudelijke regeltjes. Het is gratis, hè? Gratis toegang, ja. Alleen er wordt gewerkt met muntjes, geloof ik, hè? Inderdaad, ja. Dus, hoe zit dat? Je kunt muntjes kopen om vishapjes te halen. Dus die kunnen ook alleen betaald worden met festivalmunten. Die kosten €2,50 per stuk. Voor een aantal grotere activiteiten is dat ook het geval. Bijvoorbeeld met de theaterroute. Daar betaal je ook 2 muntjes voor. En wat grotere speeltoestellen. Daar wordt ook wat geld voor gevraagd. Mm-hmm. Maar alles wordt dus betaald als je op het festivalterrein bent. De activiteiten en de food betaal je dus met festivalmunten. Okay. En die zijn gewoon verkrijgbaar bij de entree. Met pin en contanten betalen. Dat is ook handig. Ja, altijd goed om even te weten dat je pinnen. Toeristin voor Urk is er klaar voor. Jullie zijn er ook klaar voor als SAF? Absoluut. Ja. Ja. Het moet nu maar gaan gebeuren. Op een gegeven moment ben je toch aan het publiek ook, hè? Ja, vanavond generale wordt het een beetje lastig met het weer. Gaat waaien, maar goed, dan slaan we ons erheen. Ja. En dan morgen 17:30 première. 17:00 wordt het festival geopend door de burgemeester. Ja, en 17:30 eerste route gaat. Dat is ook inderdaad een belangrijk moment. Leuk dat het erbij is. Vrijdagmiddag inderdaad. Dus morgen vanaf 5:00 en we hebben de zaterdag de hele dag, hè? Ja. Oké, okay. Jukie Post en Mirjam Kloosterman. Hartelijk dank en heel veel succes de komende dagen.